Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een grijze dag met in het algemeen bewolking en periode met regen of motregen. En op veel plaatsen in het land gewoon slechte zichten. Mistig, soms zelfs wat verkeersbelemmerend en uit die bewolking viel van tijd tot tijd ook wat neerslag zien we op de radar en we zien ook op de Noordzee nieuwe neerslag klaar liggen en dat betekent dat het de komende uren langzaam maar zeker wat vaker nat gaat worden. Een computer berekent dat ook bewolking periode met regen de meeste regen lijkt morgen in het zuiden van het land te vallen en voor opklaringen is hoegenaamd nog geen ruimte. De plaatjes in detail dan heel misschien vanavond een enkele opklaring in het noordoosten. Maar verder is het bewolkt van tijd tot tijd, wat regen of motregen. En het is zacht ook vannacht. Temperaturen van 8 tot misschien zelfs wel 13 graden in Zeeland als minimumtemperatuur. Kan hier en daar ook weer nevelig worden, mogelijk met wat mist. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we een dag met bewolking en van tijd tot tijd wat regen en motregen. De meeste neerslag valt in het zuiden van het land, maar ook in het noorden zal het niet droog blijven. 12 tot maar liefst 14 graden wordt het en de wind waait matig tot krachtig uit het westen. De meeste wind uiteraard langs de westkust en op de wadden. Dan gaan we de dagen verder vooruit kijken. Donderdag nog een dag met bewolking, wat regen en motregen. Later op de dag buien, en dat kunnen felle exemplaren zijn. Misschien met onweer en zware windstoten. Dan vanaf vrijdag wat lagere temperaturen, 7 of 8 graden. Met wat meer ruimte voor de zon dat wel. Maar ook op vrijdag en zaterdag blijft het zeker niet droog. En die temperatuurdaling bovendien is van korte duur. Want zondag zien we de temperatuur alweer stijgen. Winterweer is voorlopig heel ver weg. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl